Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 11 september en ik begin eindelijk weer met filmen. Mijn laatste vlog was ik ziek, had ik een nierbekontsteking. Daar heb ik echt nog 3 weken last van gehad. Daarna hadden we 6 weken zomervakantie. En nu dacht ik, Bianc, pak die camera en ga weer filmen. En omdat ik de komende weken best wel vaak in Rotterdam en in Amsterdam en zo te vinden ben voor zakelijke afspraken op Pinkt.nl, dacht ik... Dat is ook leuker voor jullie dan dat ik gewoon 7 dagen in de week alleen maar thuis zit. En het huishouden doet en achter de laptop zit. Want zo ziet eigenlijk mijn leven een beetje globaal eruit. Maar goed, misschien merken jullie het al een heel klein beetje aan mij. Maar ik ben een beetje zenuwachtig. Heel stom hoor, maar ik ben zo'n mut. Ik blog al 4 jaar. Nou, 3,5, 4 jaar. En ik heb heus al dat ik naar... afspraken ben gegaan en zo, maar nog niet zo heel vaak, want vaak kan ik niet en dan is het te ver weg of dan ben ik al 6 uur onderweg voor een evenement of zo van 1 uur of 1,5, dus dat doe ik dan vaak niet. Of als ik denk, nou, de reistijd, dan kan ik onderhand de producten zelf verkopen, doe ik dat ook vaak, weet je, of met sterren dit ziek was, nou, bla bla bla, het komt nooit. Maar vandaag moet ik naar Rotterdam voor een echt zakelijke afspraak, want ik ga een mini cursus beleggen volgen voor een samenwerking die binnenkort volgt. En ik ben zo zenuwachtig. Want ten eerste, ik weet niet heel veel van beleggen. Maar daarvoor is die cursus ook. Ik ga met eentje naar Rotterdam Centraal. Nou, treinreizen vind ik al een beetje een dingetje. Daar ben ik al wel het laatste jaar wat beter in geworden. Maar ik ben nog nooit naar Rotterdam gegaan. En ik keek net op de app van NS. Er zijn allemaal storingen. En weet ik het allemaal. Dus ik hoop echt dat mijn rit goed gaat. En zo niet, ja, dan zie ik het allemaal weer. Maar goed, en ik ken daar helemaal niemand. Dus, nou ja, er zijn 2 of 3 mensen die ik ken van online, zeg maar. Die ook bloggers zijn. Maar die ken ik niet heel goed of zo. Dus ik ga daar best wel alleen naartoe en spring in het diepe. En ik ben een beetje zenuwachtig. Maar goed, dat zal wel goed komen, hoop ik. Maar nu zit ik te wachten, want de trein gaat pas over 1 uur. En ik moet daar, ik ga naar het station lopen, want ik ben altijd bang dat ze mijn fiets jatten. Dus ik ga lopen en als ik vanavond terugkom, want Roy had zelf een school op, dat is ook wel weer fijn geregeld. En dan hoop ik dat ik rond 8 uur, 9 uur gewoon weer lekker thuis ben. En nog wel lekker een aflevering van Gotham op Netflix kan kijken. Maar goed, lange intro, dat mocht je nieuw zijn op mijn kanaal. Ik ben van de lange intro's, van het vele kletsen en het vele herhalen volgens mij. Dus ik heb mijn laptoptas. Mijn laptop moet ook mee. Echt, dat vind ik ook een dingetje. Want het is wel een Apple. En het is... ik ben zo bang ook dat ik hem laat vallen. Want ik ben heel chaotisch en een klungel. Dus... echt. Mijn laptop is mijn leven onderhand. Dat kan ik niet zonder mee. En ik heb alles ingepakt. Notitieboekje. Ik denk, ja... Moet je ook interessant bij hebben. Een pen. En opladen kabels. Powerbank. Weet ik het allemaal. Een beetje make-up. Deo. Luchtje. Echt. Ik denk, neem geen handtas mee. Maar mijn laptoptas die daar ligt... Het spiegelbeeld daar ligt op tafel. Dat is, die zit echt super vol. En nou moet ik nog even een kwartiertje wachten. En dan ga ik naar het station lopen. Maar ik denk, dan ga ik even zeggen hoi en wat er aan de hand is. En dat ik gewoon weer ga filmen. En ja, dat ik jullie gewoon lekker meeneem deze week weer. En onze product- en dienstverlening. Vervolgens een stap gemaakt richting marketing. Ook nog... Ineens dinsdag. Het was gisteren 8 uur voordat ik thuis was. En ik heb een hele leuke middag gehad. Het was gezellig. Het was een beetje informatief. Het was een soort cursus over beleggen. Of tenminste een uitleg. Want ik heb een samenwerking met Robeco. Die ben ik aangegaan. En dan moet je ook natuurlijk wel een beetje weten wat beleggen is en zo. En dat wist ik al wel een beetje. Maar nu nog iets meer. En ik heb met de collega bloggers. We kenden elkaar allemaal al. Dus dat was alleen maar hartstikke gezellig. En dat zou tot 5 uur duren en ik was om 4 uur al klaar. Dus toen gingen we naar het station en toen reden er geen treinen meer door een stroomstoring. Dus het was echt dikke paniek op het station. Er werd zelfs een perron werd afgezet en zo. En nou ja, ik ga al nooit zo vaak met de trein, dus ik had zoiets van oké, nu. Maar ik bleef echt heel rustig, ik was best wel trots op mezelf. En ben gewoon bij Julia's, dat is zo'n kraampje of zo daar. Iedereen kent dat denk ik wel. Maar dan kun je broodjes en pasta's kopen. Ben ik eerst warm eten. Dus ik heb een bak met pasta op en zo. En toen een half uur later ik was klaar met eten. Het was de storing opgelost. Dus ik kon zo weer mijn trein pakken richting huis. En ik was nog eerder thuis dan dat ik had gepland. Ik dacht 8:30, 9:15. Als er geen storing was geweest. En ik was om
Nou, ik denk 7:30 was ik op het station in Hengelo. Roy en Sterre hebben me opgehaald. En toen was het echt super lief, dus ik hoefde niet naar huis te lopen. En toen lekker douchen, laptop op de bank en niks meer doen. Maar wat ik dan altijd heb, is de volgende dag van zoiets, ben ik gewoon heel erg moe. Dat heb ik gewoon van mijn hersenbloeding nog, zeg maar, van een paar jaar geleden overgehouden. Ik kan niet zo goed tegen drukte of tegen nieuwe dingen. Dan word ik helemaal... En lijkt net op mijn lichaam alle energie eruit zuigt. Dus het is nu dinsdagochtend 7:45, Sterre naar school. Ik heb het bed verschoond, was gedaan. En ik blijf vandaag lekker zo nonchalant eruit zien. Geen dikke laag make-up top, niks. Gewoon even lekker niks. En ik ga zo een beetje rustig werken en dan vandaag een beetje bijkomen. En ja, ik vond het wel leuk. We kregen ook een goodiebag mee, die staat op tafel daar zo. Ergens daar. En er zaten wat spulletjes op van Robeco. Dus had ik een shirtje in voor Sterre. Maar goed, die was te klein. En dan nog, ik zie haar niet zo snel met een wit shirtje met groot Robeco oplopen. Maar goed, die geef ik wel aan een buurmeisje. Dan kan ze erin slapen. En kleurpotloden en een flesje appelsap. En wat zat er nog meer in? Oh ja, een setje Rituals. Dat is echt super leuk. Dus ja, leuk zo'n aardigheidje. En het was ook gewoon een leuke middag. Dus goed. En ja, dat. Nou, ik ga even rustig aan werken. En opstarten verder. Gewoon chill dagje. Deze week wordt nog druk genoeg. Dus, maar dat zien jullie vanzelf. Het is nu woensdag. En ik mag hier zo doorheen gaan lopen om Sterre en een vriendinnetje op te halen. Echt. Het is weer herfst. Eerst wat lekkers eten bij de Hema. Ik heb een broodje carpaccio en ijskoffie. En wat heb jij, Sterre? Een chocolademuffin en een pakje. En het vriendinnetje naast je heeft precies hetzelfde. Ja. Eet smakelijk. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik ga zo Sterre naar het sportstadion brengen, want het sporten gaat door, helaas. Het heeft zo lang veel geregend en het gaat straks ook weer regenen, maar ze hebben nou wel besloten dat het doorgaat. Het is natuurlijk hartstikke leuk voor hun, maar als ik haar straks moet ophalen, regent het. Dus, maar ik stond hier net in de keuken, want ik ben een beetje aan het haast. Want zo komt er ook een vriendin van mij, die blijft slapen. Ik wil het huis een beetje netjes maken, ik wil mezelf nog een beetje netjes maken. Ik moet nog even werken, maar ik sta hier net. En ik schrik me helemaal dood. Mocht ik laat het zien, maar mocht je niet zo spinnen houden, sla deze paar seconden even over. Want kijk wat daar zit. Een joekel van een spin. En het liefst pak ik dat potje op en smijt ik het naar buiten. Maar ik ben bang dat als ik het oppak, dat dat ding gaat bewegen. Dus ik weet niet zo goed wat er gebeurt. Ik verspin echt heel eng. En ik gil al bij een kleintje. Maar dit is de grootste, denk ik, die ik... Oh, wacht, mijn camera flipt zelfs. Dit is de grootste die ik heb gezien ooit. Hier, zeg maar. En waar er meestal één zit, zitten er meerdere of zo. Ik weet niet. Ik vind het zo vies. Oh, help. Gaan we met Roy nou werken? Ik weet niet wat ik moet doen. Laat even hieronder weten of jullie ook bang zijn voor spinnen. En wat zouden jullie doen? Zouden jullie laten zitten? Want hij beweegt niet. Maar ja, als kruipt hij eruit, dan zit hij ergens anders. Of... Ik vind het zo. Maar goed, ik moet dus wel iets mee gaan doen. Want we moeten ook al 5 minuten gaan fietsen. Dus ik ga even kijken hoe ik dat ga oplossen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Het is al 11 uur, dus het is al wat later. Maar ik ben nog vanaf 7:30 op. Ik heb nog even gewerkt. Ik heb even het huis opgeruimd. Want het was heel gezellig met jullie. Maar dan loopt er weer 2 dagen gewassen op en werk en zo. Dus ik dacht vanmorgen om 7:30, ik ga eruit. Ik ga vast verder. Want we hadden eigenlijk vandaag een zakelijke afspraak bij Terstal in Enschede. Voor Sterre YouTube kanaal. Maar Sterre die is gisteren niet lekker uit school gekomen. Dus daar heb ik afgemaild. Ik denk, ja, zij gaat niet voor de camera als ze niet lekker is. Als ze een beetje koortig is en buikpijn en andere details die ik niet op internet ga gooien. Dus die heb ik even geprobeerd te verzetten. Ja, en nu zit ik hier voor een kast met allemaal mooie spulletjes. Want die ik van de week een beetje binnen heb gekregen. Niet alles. En ik kan ook niet alles laten zien. Maar onder andere, vanwege embargo mag ik niet alles laten zien nog.
de Body Shop, de nieuwe lijn. Dat is met vanille en pumpkin. Pompoen. Vanilla pumpkin. En die ruikt zo lekker. Dit is voor Halloween, zeg maar. Dus daar heb ik een body butter van ontvangen. En een handcreme. En die zat in die hele leuke pompoen die daar zo staat. Voor trick or treat. En die gaat Sterre gebruiken voor haar eigen YouTube video. Want die gaat binnenkort Halloween snoep. Halloween snoep proeven. En ik heb bij de Hema 3 nieuwe highlighters gekocht. Deze. Ik had iets van 5 euro per stuk. En daar komt binnenkort ook een artikel van op pinkit.nl. Het was in één keer zondagmiddag, of tenminste eind van de middag alweer bijna. Mochten jullie gezoem horen, dat is de hoge drukspuit waar de buurvrouw mee bezig is. Ik dacht, ik wacht even, maar ze is al even bezig. Dus ja, ik hoop gewoon dat jullie dat niet horen nu. Ik zit hier op mijn werkkamer en het is nog steeds één grote bende. Elke week ruim ik het op, maar ik moet denk ik gewoon een extra kast halen met bergruimte. Ik denk dat ik dat binnenkort maar eens ga doen. Maar ik wilde even zeggen, met Sterre gaat het weer wat beter. Gisteren met een paracetamol, zetpil, naar bed gegaan. En vandaag is ze even gewoon buikpijn, maar de koorts is gezakt. En ze is nu een beetje aan het spelen met een vriendinnetje buiten. Het is mooi weer, dus ik hoop dat ze morgen gewoon weer lekker naar school kan. Ik vind het belangrijk. En en ik ben aan het werk, want ik ben dinsdag natuurlijk de hele dag in Amsterdam. Woensdag ben ik waarschijnlijk moe van bijkomen en ik moet dan nog ander werk doen. Dus ik denk, wat ik vandaag kan doen, hoef ik me niet meer te haasten. En dat geeft me dan een rustig gevoel als ik dan dinsdag wegga. En ik dacht, ik ga vast de vlog afsluiten. Want er gebeurt vandaag verder niks. Ik ga straks lekker een maskertje nemen. En nog, ik denk, Meisje van Plezier nog een keer opnieuw kijken. Heel leuke Netflix, Videoland aanrader. En we zijn nu samen, Roy en ik, zijn Arrow aan het kijken. En oh, die man. Priska. Oh, sorry. Roy ook hoor. Maar die acteur. Zo. Nou. Ja, dan wil ik wel een rol beschuit mee eten. Maar in ieder geval. Goede motivatie. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vinden. En morgen neem ik jullie mee voor de volgende week vlog. Dus tot morgen zou ik zeggen. Tot de volgende video. Doeg allemaal.